step I take, it's greater than I ever even knew. People singing in the mist, one of them was me. Sunrise, time is on our side. The earth expands with every step I take. It's greater than I ever even knew. The earth expands with every step I take. It's greater than I ever even is een Valor Up Twice. Wij komen oorspronkelijk uit Schijndel en Vught, maar inmiddels wonen wij in Utrecht en Tilburg. En we spelen alternatieve indie rock, doen we nu al zo'n kleine 6 jaar. En wij hebben de afgelopen maanden ons tweede album opgenomen, wat heet Reap and Sow. Ons album hebben we opgenomen in Moon Music Studios met Wouter Bede in Maasbracht. Wat we altijd al een hele vette studio vonden. Er zijn platen opgenomen van The Mad Trist, van Neverone, van Ogenvreten, ja. Is nu bezig. Een hele toffe studio, hele chille gast, Wouter Bede. En onze nummers zijn er ook best wel anders uitgekomen dan we in eerste instantie verwacht hadden. Dus bijvoorbeeld, sinds dat we ze in de repetitieruimte gespeeld hebben, zijn ze veel gelaagder geworden daar in de studio. Hebben we veel meer met toetsen gewerkt. Überhaupt met synthesizers hebben we op het vorige album hiervoor nooit gedaan. En nou wel, het is heel vet geworden. Ja, het is een compleet ander plaatje dan onze vorige album. Dus voor de mensen die dat kennen, gebruik dat niet als leidraad voor het nieuwe album, zou ik zeggen. Het kan wel schrikken worden. Ja, maar ik vind het veel volwassener. Ja, veel meer een eigen sound ook. Ja. Thank you.
that'll be something, that'll be something. That'll be something, that'll be something. That'll be something. Het laatste album van Direct is best wel anders, vind ik, dan de muziek die ze daarvoor hebben geschreven. En het is eigenlijk de eerste keer dat het ons gegrepen heeft. Dus dat is de reden dat we nu gekozen hebben voor een Direct cover. En het was best wel leuk en verfrissend om dat eens een keer te doen. Omdat we eigenlijk daarvoor die muziek nog niet zo goed kenden. Ja, daarnaast hebben we meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Daar hebben we ons de afgelopen maanden heel erg veel mee bezig gehouden. En we hebben het zo ver geschopt dat wij uiteindelijk in de finale stonden. Ja, het was natuurlijk super tof om in de Melkweg überhaupt te kunnen spelen. En we hebben er heel veel van geleerd, van de hele grote prijs, van de finales en van de kwartfinales. En we staan nu een stuk zekerder staan we in onze schoenen. En onze liveshow is echt wel vooruit gegaan. Dus daar zijn we wel blij mee. En in 2015 willen we veel op festivals gaan spelen. En onze nieuwe plaat gaan releasen en daarmee lekker in de zomer lekker veel gaan spelen, meters maken. Yes. Daar hebben we veel zin in.